Welkom bij 0486 TV. Dit is 0486 TV met een nieuwsupdate. Welkom bij 0486 TV. Vandaag zijn we bij de opbouw van de Graafse Pinksterfeesten in Grave. We gaan even een kijkje nemen, even vragen wat het programma is. Loopt even mee. Ronald, we zijn hier bij de Graafse Pinksterfeesten, bij de opbouw en de vijfde editie inmiddels alweer. En wat gaat er allemaal gebeuren? Kun je voor mij even het programma even doornemen? Nou, we zijn dit jaar voor de vijfde editie aan het bouwen. Vanmorgen om 7 uur zijn de jongens van Rinico begonnen met het opbouwen van de tent. Wij gaan de komende dagen het een en ander afmaken om de gezelligheid erin te brengen, zorgen dat de barren, dat de mensen er hapje en een drankje kunnen kopen. En dan gaan we eigenlijk vrijdagavond om 7:30 gaan we los met de bingo. Die staat als eerste op het programma. Fantastische prijzen weer beschikbaar gesteld door de ondernemers van Grave. Hartstikke leuk, alle medewerking, dus daar zijn we ontzettend trots op. Buiten al onze andere sponsoren is dit ook een belangrijk onderdeel daarvan. Vervolgens gaan we zaterdag om 1 uur starten met het darttoernooi. Vanaf 12 uur is de inschrijving daarvan mogelijk. Dat wordt de tweede editie van de Open Graafse Darts. We hopen dat het weer net zo succes wordt als vorig jaar. Daar waren we erg trots op de opkomst. En we gaan kijken wat het dit jaar gaat brengen. Vervolgens hebben we zondag natuurlijk de braderie in de binnenstad. Altijd gezellig, we hopen weer op mooi weer. En 's middags het harmonieconcert om 12 uur in de feesttent aan de Lunette in Graven. En dan gaan we 's avonds de liveavond draaien met Jet Set Live. Een heerlijke feestband, top 40 band, mensen die de sfeer erin kunnen krijgen. Dus daar gaan we weer een gezellige avond van maken met al onze bezoekers die we daar mogen verwelkomen. En dan sluiten we maandag af met de zeskamp. Om 11 uur verzamelen de teams in de tent. Om 12 uur gaan ze de binnenstad in om de diverse spellen te spelen. En vervolgens zullen ze om 6 uur in de tent terugkeren. En dan zullen we afsluiten met een gezellig feestje. En dan zit het er voor ons weer op. Dan hebben we de Pinksterfeest, de vijfde editie 2017, hebben we dan weer erop zitten. Ja. Zoals jullie zien staan we hier op de Lunette met de kermis in aanbouw. Er komt een grote bomberboetser. Ga je ook in? Nee, ga ik niet in. Ik durf het ook niet, maar ik ben veel te druk met de organisatie van de Pinksterfeesten. Dus dit jaar sla ik over. We hebben... Op zondag zijn wij te beluisteren in samenwerking met Omroep Land van Kuik. De gehele dag in de binnenstad. Daar hangen allemaal boksen, dus iedereen kan meeluisteren. Er komt een mobiele studio, die zal in de Hoofdse straat staan. Dus kom allemaal naar de Pinkstermarkt toe. Kom kijken, kom luisteren. Er is genoeg te doen. Dus bij deze wens ik jullie alvast een fijn Pinksterweekend. En tot de volgende keer. This was an edition of 0486 TV, social television with a wink. Please like our Facebook fan page and see you soon.